Meneer Bres-Rutte, ik heb uw hulp nodig. Vertel. Wat moet ik tegen de burger die mij op straat aanspreekt antwoorden als hij me vraagt, wat hebben wij eigenlijk aan Nederland? Ja, luister, als hij er echt aan twijfelt, dan moeten ze de band met Nederland stoppen. Als Curaçao morgen zou bellen en zou zeggen, we willen uit het Koninkrijk, dan hadden we dat niet tegen. Maar zolang het telefoontje niet komt, willen we er een succes van maken. En ik denk dat er dan best redenen zijn om dat te doen. De geschiedenis heeft ons bij elkaar gebracht, ik heb het eerder gezegd. En het feit dat Nederland voor Curaçao een toegang biedt tot de grootste markt van de wereld, de Europese Unie. Omgekeerd Curaçao ook een opening biedt naar een zeer grote markt die aan het groeien is in het Caribisch gebied en naar Latijns-Amerika, lijkt mij een reden om die samenwerking tot een succes te maken. En dat is in beide belang, want dat leidt dus uiteindelijk tot meer omzet. Omzet leidt tot meer geld, dat leidt tot meer banen. Dus het is goed voor beide landen. U hebt me geholpen. Dank u wel. Ik heb de hoop op dat. Nee, ik zei, u hebt me geholpen. Geholpen? Ja. Jazeker. Althans geprobeerd. Eigenlijk hebben we daar groep 6 vragen. U stelt ze allemaal BCD. Heer Rutte, u had het net over buitenlandse zaken. Dat heeft met Nederland te maken. Misschien staat het ook op de schema. Wat de gedrag van de heer Schotten? Dat hij telkens weer naar het buitenland gaat. Namens de regering of namens zichzelf, ik weet het niet. Om dingen te regelen of zaken op orde te stellen volgens hem. Op Curaçao. Gaan jullie dat ook behandelen? Nee, daar heb ik natuurlijk nooit een opvatting over. Dat is iemand die in de oppositie zit hier in Curaçao en zich ook in het buitenland manifesteert. Hij treedt daar niet op namens het kabinet van Curaçao. Okay. Dus dat is echt een andere zaak. Dat is echt een zaak van Curaçao zelf. Dan gaat het Koninkrijk er niet om. Okay. En wat vindt u van de moord van de heer Wiels? Ja, natuurlijk verschrikkelijk. Ik heb net ook hier in Esteraad herdacht. Op 5 mei in Nederland hadden wij bevrijdingsdag. En ik kwam thuis om 11:30 Nederlandse tijd verscheen op Teletext of nu.nl of de Telegraaf-site verscheen het bericht. Politieke moord op een politicus, in ieder geval een moord op een politicus. En later bleek dat Hiels te zijn. Meteen contact gezocht met de minister-president, Harts, meteen gebeld. En direct ook alle steun toegezegd. En de dagen daarna natuurlijk heel nauw contact gehouden. Het heeft ook in Nederland een enorme indruk gemaakt. Moet het opgelost worden? Wat zegt u? Moet het opgelost worden? Dat denkt u zelf. Ik denk van wel. Ja, dat denk ik dat ook. En u blijft ook erachter hangen, zeg maar. Ja, wij helpen. Het is natuurlijk een zaak van Curaçao, maar Nederland helpt waar we kunnen. En we hebben alle hulp toegezegd, er is ook hulp gekomen. Dus we werken daar samen aan. Dat is natuurlijk van groot belang, dat er duidelijkheid komt wie dat zijn geweest, wie erachter zaten. Maar laten we eerst maar eens vaststellen hoe verschrikkelijk het überhaupt is dat dit gebeurd is. Omdat een man die ik toevallig vrij kort daarvoor ontmoet had nog in Den Haag. Welk gesprek had u met hem? Ja, we hadden geen lang gesprek. We hebben een stukje samen opgelopen. We hadden een ontmoeting met parlementariërs uit de verschillende delen van het Koninkrijk. Die waren in Den Haag voor een geregeld overleg wat daar plaatsvindt. Okay. En ik kende hem natuurlijk wel als een heel spraakmakend politicus. Als een man met een opvatting. Dus ik had mij voorgenomen om eens even wat meer tijd in hem te steken. Dus we hebben een stukje gewandeld en gepraat. En hij maakte een grote indruk op. Ja. Dat is betaald. Hij was op televisie. Ja. Paul Witteman. Dat hij mooi optreden. En is een man die... Ik kan er alles van zeggen, maar hij vond wel iets. Okay. Er is betaald ging, om hem. Hij ging recht door het water. Oké. Okay. Ja. Okay. Dat waren bijna alle 6 vragen. Ja. Meneer Rutte, wanneer is de handelsmissie een succes? Want die mensen komen hier natuurlijk ook met een drukke agenda. En die willen daar resultaat voor krijgen. U bent naar andere missies geweest. Is er iets aan af te meten? 10 contracten? Nee. Zoveel geld? Het mooie is, ze slagen altijd. Handelsmissies. Want nogmaals, het mooie van ondernemers is, dat noem ik de convening power van de politiek. Dus de bij elkaar brengen kracht. Wat wij moeten doen, is af en toe een zaal huren. En dan gaat Asjes erin zitten, of ik ga erin zitten, of we gaan er samen zitten. Dan laat je daar bedrijven binnenkomen. Je laat daar, als het kan, misschien nog wat kennisinstellingen bij komen. En die gaan dan... En dan gebeurt er altijd iets. Dat komt vaak door die mensen uit die bedrijven. Want die kunnen niet anders dan zaken gaan doen met elkaar. Dus wat wij vaak moeten doen is... En dat doen we vanavond bijvoorbeeld. Dat doen we morgen op een aantal gelegenheden. Morgenavond de gouverneur heeft nog een oploop. Hier in de tuin naast het... Of de waarnemend... In plaats van het waarnemend gouverneur. In de tuin naast het... aan de overkant. Het zijn allemaal momenten waarop je dus... Zorg dat iedereen bij elkaar is. En dan gaan we zoomen en dan gebeurt er iets. En dan is het niet zo dat er ter plekke per se contracten moeten worden gesloten. Soms gebeurt dat later. Maar het feit dat die netwerken gebouwd worden,
En leidt bijna altijd tot, nadere contact. En daarom zijn die bedrijfsbetermissies zo'n succes. Ik ga later dit jaar, we zijn bezig dat in te plannen. Maar we willen graag naar China, naar Indonesië. En vorig jaar was de succesvolle missie onder leiding van toen nog prins van Oranje en zijn echtgenoot prinses Maxima naar Brazilië. Ja, dat zijn enorme kansen voor bedrijven. Ook een vertegenwoordiging toen uit van de Caribische eilanden was toen mee. Om daar een succes van te maken. Spannende laatste vraag. Bedankt. Voor alle duidelijkheid. Is het wetsvoorstel personenverkeer van de tafel, naast de tafel, onder de tafel? Nee, wat het Nederlands kabinet heeft gezegd is dat wij een regeling willen die reciproc is aan de regeling die op de eilanden geldt. Ten aanzien van de persoon, zo staat het in het regeerakkoord. Dus dat gaan we ook doen. Er ligt een wetsontwerp van Bosman, niet te verwisselen met een nota die met Van Raak geschreven is over het gemenebest. Daar heb ik het dus niet over. Dat is geen wetsontwerp, maar een nota van twee parlementaire fracties. Maar daarnaast ligt er een initiatief wetsontwerp van dezelfde Bosman over de terugkeerregeling. En ja, dat zou een invulling kunnen zijn van de tekst in het regeerakkoord. Dat bestuderen we nog met elkaar, of dat ook de goede invulling is. Ik moet heel bekend, ik ben erg diplomatisch. Ja, volgens mij ben ik heel duidelijk. Namelijk dat we tenminste één onderwerp hebben gevonden waar we het over eens zijn vandaag. Dat is ook niet. Dat het maar één onderwerp is. Ja. Nou, dan zijn we gekomen aan het einde van deze persconferentie. Mocht u nog behoefte hebben aan een interview, dan kan dat aangevraagd worden via meneer Marius Noord. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u, meneer Pres Rutte. Dank u, meneer Pres. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Meneer Rutte, even een foto, wat hebben Oké. Ik bedoel het gewoon persoonlijk. Geeft u ook Geeft u ook handtekeningen? Ik geef ook handtekeningen. Oké. Bon, morgen. Marius. Bon, Kidiane Paya. Alsjeblieft. Kidiane Paya. Ja, en er waren ook nog geen AVC's.